Can I give you this sweater? Yo, beste kijkers, mijn naam is Steppes en ik sta vandaag in Den Haag en ik sta vandaag naast... Luana, hey. Je weet toch, stel eens even voor. We zijn er, ja toch. En nou ja, wat gaan we doen? Vertel de kijkers. Nou, we gaan vandaag jongens zoeken die willen mij in 30 seconden fixen. Je weet toch? Je weet zelf, we gaan het checken. Alleen maar gekkigheid, want Teppes komt altijd met gekke dingen, man. Jullie weten het. Ja, maar ga me volgen op Instagram. Teppes staat hieronder, Snapchat ook staat hieronder. En ja, wat jouw social media? Nou, mijn Insta is mluana, laagstreepje. En op mijn bio kan je vinden mijn Snapchat en mijn TikTok. Volg mij. Vandaag ben ik met Gina, ja, jullie kennen haar al. Ja, Gina weer hier. Ja, ik vond het zo gezellig de laatste keer dat ik ben weer meegegaan. Ja. Vandaag weer als jurylid. Vandaag ben je jurylid nummer 1. Ja, we hebben er 2, hè. Dus ja, spannend. We zitten nu in een hele andere stad, Den Haag. Rotterdam is wel heel anders. Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren vandaag. Ik ben echt heel benieuwd, zeg maar. Je kan er volgen op waar? Ja, Gina Menes. Ik heet overal hetzelfde. Gina Menes, TikTok, Insta, ja, Snapchat. Dus voeg me toe. Ja, wat wil je nog meer, man? Ja, staat hieronder, man. Ik ben met CJ, tweede jurylid vandaag. zeg ze. Snapchat, ja, alles, hè? Ik ben er weer gewoon, man. Den Haag, man. Scheveningen. Ja, maar we gaan vandaag kijken gewoon, man. Wat die boys te vertellen hebben. Eerlijk, ik hoop echt gewoon oprecht dat vandaag één boy ertussen zit die het gewoon echt goed doet, man. Ik zeg eerlijk. Ja, man, ik hoop het ook, man. Ik wil sowieso zien wat die skills hier zijn, man, eigenlijk. Ja. Ik bedoel, zo van elke keer is er een jongen die echt schande vangt, man. Je weet toch? Ja, kijk, Loki hoop ik ook gewoon iemand te zien die echt gewoon shimma pakt, man. Je weet toch? Maar ja, we gaan het zien, man. Scheveningen. Den Haag. Zie, en waar kunnen ze je volgen, man? Ja, maar gewoon Insta, man. 808 Guapo. Dat is wat het is. Yes, staat hieronder, man. We gaan het checken. Je vraagt je zeker af, wat voor tas is dit? Ga allemaal Alier volgen op Instagram. Zijn Instagram staat nu hieronder, staat in beeld. Die man heeft lijpe tasjes, ga die man volgen, je weet zelf. En vergeet me natuurlijk niet te volgen op TikTok. Mijn TikTok staat hier in beeld, staat eronder, je weet zelf. Volg me op TikTok voor gekke dansies. Jullie weten het, man. Hey, rustig. Oké, mensen, vergeet niet te abonneren en te liken. Doe dat, man. En help me naar de 50k. Yes. Mijn naam is Jamel, ze noemen me ook wel eens Melly, gewoon. Dat is mijn voornaam. En ik zou je graag willen fixen gewoon. Maar nog ga je naar achteren. Kom een beetje naar voren, man. Kom een beetje naar voren, man. Ah, ga door. Mag ik iets zeggen? Ja, tuurlijk. Oké, kan je ietsjes harder praten, want ik versta je echt niet. Zo ga je niks bereiken. Zo ga je niks bereiken, ja, ga door. Je ogen lekker op oceaan, daar wil ik erin zwemmen. Die heb ik al vaker gehoord. Ja. Ik weet dat toch niet, daarom. Ja, goed. Het was wel gewoon schattig. Ja. Oké. Okay. En zou ik iets kunnen krijgen of niet? Nou, je kan wel mijn snap krijgen als je wil. Als je moeite doet, man. Ja, maar ik doe die moeite toch? Ja, probeer nog een beetje door te gaan, een beetje, je weet toch? Ja. Ja, man. Hoe oud ben je? 19. 19? Ja. En jij bent? Ik ben ook 19. Duidelijk voor jou, toch? Ja, daarom. Precies. Dat is het probleem. Ja, goed toch, om te horen. Oké, okay, man, ja, wil je nog wat regelen van er of zo? Ja, je weet toch, want je wat wel die Snapchat zie ik. Dat wel, man. Dus ik hoop dat ik die kan krijgen. Ja, ik zie je daar, ja. Ja? Oké, okay, ja, kan hij jouw Snapchat krijgen, denk je? Of moet hij nog meer zijn best doen, vind jij? Nee, ik denk dat nog een beetje meer moeite. Ja, het was een beetje vaag. Weet ik wel, gewoon. Je hebt niet eens gevraagd wat mijn afkomst is of zo. Weet je, gewoon meer praten, weet je? Iets meer best doen, grap. Wat is je afkomst? Staat niet zo verlegen, wacht. Staat niet zo verlegen, handen uit je zakken, handen uit je zakken. Staat er bij zijn man, je weet toch? Wat is je afkomst? Ik ben Latina. Ik kom uit Peru. En jij, wat is jouw afkomst? Ik ben Surinaams. Nice. Wat voor boys val je? Light skin vooral. Oké, is goed. Goed om te horen. Oké. Ja, ik denk ik kan wel mijn Snapchat geven, want ik vind het wel een beetje zielig. Dat hij niet zoveel moeite doet. Maar oké, ja. Ze bent gewoon zielig voor je? Ja, man. Ik hoor het wel vaker. Oké, pak je Snapchat maar, man, dan. Ja, je weet toch. Kom voor jezelf tenminste met die Snapchat. Oké, man, even wachten. Je hebt wel je best gedaan. Dankjewel, sowieso. Was niet zo slecht, toch? Nee, het was niet zo slecht. Nee, het komt goed. Je bent nog jong, je kan nog meer ervaring krijgen. Het komt goed, kom.
Snapchat. Snapchat. Daar gaan we. Heb je geen slechtere openingszin en zo gezien van boys? Nee, het is gewoon... Ja, hetzelfde. Okay, is goed, man. Ja, wat voor cijfer geef je er, man? Haar of mezelf? Haar. Jezelf? 8. Een 8? Ja. Wat voor cijfer geef jij hem? Nou, hij was wel schattig, dus een 7. 7. Wat komt beter? Nou, hij kon ietsjes harder praten en duidelijker, denk ik. Ja, niet zo veel schamen. Ja. Okay, is goed. Ik ga voor de jury erbij halen, ja? Gina, kom eens. Ah, heb je hem? Hoe vond je het? Ik heb echt niks van verstaan, man. Dus, nee? Ik vind het wel lastig, maar ik zag dat ze de snap heb gegeven. Hij was een beetje binnenste mond aan het praten, leek het wel. Ja, hij was een beetje verlegen, hoor. Ja. Maar uiteindelijk heeft hij het wel gefixt, dus ik moet ook maar een 7 geven, toch? 7, ja, tuurlijk. Hij heeft wel die Snapchat, snap je? En veel boys, ja. Ja, die falen altijd. Andere keer moeten ze wel iets harder praten, want ik kon het echt heel slecht verstaan. Dus dat is wel even volgende tip bij de volgende guy. Oké, is goed, bedankt. What you gonna do? I'm gonna hit the cap and then I get a number. Oké. Wat vind je daarvan? Nou, ja, ik vind het wel goed, want ik denk niet dat het gaat lukken. Ja, try. Yes, try. Zie je alles goed? Ik weet het goed, wel. You're lost. Yeah, my bad. No problem. Hi, ik ben Morten. Ik woon in Den Haag. Een mooie dag toch? Het is kapot dichtbij, bro. Naar haar kijken, man. Hey, Morten. Hey. Hey, Luana, aangenaam. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Peru, en jij? Ik woon uit Afghanistan. Nice, ik woon hier in Den Haag. En jij? Ik woon hier, letterlijk hierachter. Hierachter, hè? Hierachter, ja. Oké, ja toch. Ja, ga door. Ja, ik weet niet echt wat ik moet zeggen, man. Ja, komt goed. Je kan nu even nadenken. Ik laat je wel nadenken. Je hebt wel de kans om na te denken. Ja, ik weet, man. Daar ben ik niet zo goed in. Probeer gewoon iets zeg maar, van haar te weten, maar zou ik zeggen. Je weet toch? Ja. Dus je komt hier aan. Wacht, waar kwam je ook weer vandaan? Jeez, bro. Ik kom uit Peru. Oké. Hoe oud ben je? Hoe oud denk je dat ik ben? Ik ga 16 zeggen of 18, dan zit ik veilig, maar je bent sowieso ouder. Ja, ik ben 19. 19, hoe oud denk je dat ik ben? 20. Dankjewel. 27. 27? Jeez! Oh, de! Ja, man. Ja. Dat weglopen, hoor? Nee, bro. Het is gewoon een... is boven de 18, toch? Ja. Kan. Wat voor werk doe je? Ik werk bij één kledingwinkel. En jij? Eén kledingwinkel, oké. Ja, ik werk eigenlijk in Amsterdam bij één kledingbedrijf. Ja. Oké, nice. Je doet een beetje afstandelijk, merk ik wel. Ja? Je doet een beetje afstandelijk. Of ben je een beetje zenuwtjes en zo? Ja, afstandelijk doe. Hoezo? Ik snap het niet. Ik sta gewoon hier. Ik praat gewoon met jou. Je moet een beetje loskomen, toch? Een beetje loskomen? Ja, een beetje loskomen. Dat. Ja, een beetje loskomen dan. Ik weet niet, gewoon wat meer enthousiasme erin. Wat meer enthousiasme. Oké. Wacht, moet ik jou fixen of moet jij mij fixen? Oh my god! Wow! Oeh, ja man. Hé, dat wel, jij moet haar fixen. Maar wacht. Ik zeg, je is wel geklaard, ja. Je bent geklaard, hè? Ja. Maar wacht. Hoezo is zij een beetje zenuwachtig dan? Want ze praat gewoon met je toch? Kijk. Dat begrijp ik niet, man. Ja, kijk. Ik hou ervan als je een beetje losjes wordt en zo. En ik probeer mijn best hier te doen om je wat losser te krijgen. Dansen voor je of zo? Wat wil je? Hey, zou niet verkeerd zijn. Je komt uit Peru, ik weet niet. Wat bedoel je met dat? Ik ken wat Peruse dames en die kunnen wel mooi dansen, hoor. Peruaanse dames is. Peruaanse dames. Mijn Nederlands niet zo goed. Mijn Nederlands niet zo goed. Nou ja, leuk. Oké, ja. Wat vond je van hem? Nou ja, het was gewoon een serieus gesprek. Niet echt om te fixen of zo. Het is alsof ik met een vriend praat. Dus eigenlijk was hij slecht eigenlijk, wil je zeggen? Of? Een beetje wel. Ja, gewoon eerlijk, man. Ja, ze is gewoon eerlijk.
Maar ja, wat voor cijfer geef jij hem eigenlijk? Nou, hij was wel aardig, dus ik ga gewoon een 6 geven. 6? Ja, een 6. Oké. En ja, wat voor cijfer geef jij haar? Ik zou je een 7 geven, maar ik geef je een 5, omdat ik me echt... je hebt me pijn gedaan. Nee, grapje. 6, 7 is prima. Ja, dan is het wel goed, denk ik. Okay. Ja man, jurylid, ja, wat vond je ervan man? Ja, ik ga je eerlijk zeggen, was niet zo heel denderend man. Ja, hij had een beetje moeite man. Ja. Had moeite hè? Ja man, ik weet niet man, het was niet echt alsof hij daar aan het fixen was. Het was gewoon meer een gesprek eigenlijk man, dus ja. Lekker een sollicitatiegesprek of zo. Bijna wel man. Ja man. Eigenlijk wel hè, ja. Ah, wat gaan we ervan maken man? Ja, ik weet niet man. Ik zeg je eerlijk, ik zou hem 5 geven man. Ja, dat is hem toch wel man. Want eindstand draait het erom dat je er fixt toch? En het is niet gelukt man, dus onvoldoende man, sorry. Ja man, was een beetje een faya gesprek of zo man, ik weet niet. Een beetje awkward of zo man. Sowieso, ik bedoel, hij zei echt iets raars. Hij zegt, je bent een beetje bang, je moet losjes worden, een beetje afstandelijk. En eindstand was het gewoon van, hij moet haar fixen en het zei zo ook. Dus ja man. Eindstand, hij moet haar losjes maken toch? Dat is die bedoeling toch? Dat is wel een domme set vond ik man, eerlijk is eerlijk. Ja, hij was wel gewoon eerlijk. Het is props voor die. Props voor die. Ah, ik ben Nathan. Waar kom je vandaan? Hi, ik ben Luana. Ik kom uit Peru. Ik ben Latina. Ah, je toch? Hoe oud ben je? Hoe oud denk je dat ik ben? Ik zou zeggen 18 ongeveer. Zoals 18, 19 jaar. Ja, ik ben 19 jaar. En jij? Ik ben ook 19. Kom hier vaker? Hier naar Scheveningen bedoel je? Nee, niet heel vaak. Want het weer is niet zo goed. En jij? Ik kom hier ook af en toe. Maar je toch? Het is wel gewoon mooi weer. Als het gewoon... Een andere keer ook mooi weer, zouden we hier misschien samen een keer naartoe kunnen gaan, als je dat leuk vindt. Hey. Oké, dat kan wel. Als ik mag mijn vriendinnen ook meenemen. Als je vriendinnen wil meenemen? Hey. Ja, tuurlijk. Als je gewoon je snap achterlaat, kunnen we dat gewoon regelen voor de volgende keer, toch? Ja, dat kan wel. Ja, maar die heb ik al geregeld, toch? Tuurlijk, broer. Is klaar, toch? Zie. Ja. Ah, luister dan. Ja, wat voor cijfer... geef het er, man. 7 man. 7? Ja toch. Oké, en jij hem? Nou, het was wel goed wat hij zei, dus ik vind het ook 7 gewoon goed. 7? Ja. Oké, is goed man. Ja man, je hebt die snap. Je hebt die snap man. Ja toch. Wat vond je ervan? Ja, het gaat hier lekker op het strand hè. We worden best wel snel nummers uitgedeeld. Dus ja, ik vind dit ook wel een van de betere van vandaag. Ik denk wel... Tuurlijk. Hij weet wel gewoon hoe hij moet praten. Jawel, zeker. Ging ook best wel snel, dus ja. Voor mij zeker wel een 8. Oké, ja, toch duidelijk. Ik ben moe, 15 jaar oud en je ziet er mooi uit. Dus mag ik je snap? Zomaar, je vroeg niet eens voor mijn naam of hoe gaat het met mij. Dan ga je gelijk snap vragen. Denk je dat het gaat lukken, zo? Nee, denk ik niet man. Gewoon street zijn. Street zijn, ja, dat sowieso, maar niet, je weet toch, die naam hè. Ja toch, wat is je naam? Hoe heet je? Ik heet Luana, aangenaam. Aangenaam. Hey, wow, hoe oud ben je? Ik denk dat wil je niet weten. Ik ben 19. Oh, 19? Ja. 19? Maar heb je hem niet gezien man, is geen eerlijk. waar kom je vandaan? Oké. Ik kom uit Peru. En jij? Wat is jou? Marokkaans. Nice. Wow. Mag ik nu wel eens snap? Ja, wat zeg jij erop? Nou, ik weet niet man. Ik weet echt niet. Kijk, ik wil wel ja zeggen, maar het gaat nee worden, want je bent echt te jong voor mij. Ja man, maar ja, wat zeg jij erop man? Ik snap het. Tenminste heb je wel je best gedaan man. Ja, wat voor cijfers zou je er geven eigenlijk? Gewoon, ja. Ik weet echt niet, man. Maar, iedereen is mooi op zijn eigen manier, maar 8. 8? Oké. 7,5, 8? Wat wordt het nou? 7,5. 7,5? Ja, man. Oké. Wat voor cijfer geef jij hem? Ja, nee. Misschien het komt omdat hij jong is, dat hij niet zo goed weet hoe moet hij een meisje forceren. Dus ik geef wel een 5,5. 5,5? Ja, toch. Ja, toch. Wat wij zeggen? Voor de versiertrucks. Zo bedoel je. Gewoon qua uiterlijk. Ik weet niet, ja. Wat bedoel je eigenlijk, zegt hij? Gewoon de manier hoe hij versiert. Ja toch? Ja toch.
Zie. Oké, jurylid man. CJ, kom maar. Ja, toch ja man. Tja, hij was 15, ja. Wat kan je nog meer zeggen eigenlijk, man? Ja, kijk, weet je, hij was 15 en zo'n jonge gozer, weet je. Einde van de dag, ik begrijp het wel, hij is een beetje shaky. Hij is ook een beetje snel, dus daarom is het misschien niet helemaal gelukt. Maar ja, einde van de dag, ik begrijp het wel, man. Hij wil er snel van afkomen, denk ik, man. Ik denk het ook wel, man. Gewoon een beetje snel een beetje afraffelen eigenlijk. Misschien daarom. Ja, man. Moet je niet doen, hè? Nee, man, sowieso niet. Neem je tijd, man. Belangrijk. Zeker, man. Ja, wat voor cijfer krijgt hij van jou dan? Ja, hij heeft er een... Zij had hem een 5,5 gegeven. Ik geef hem wel een 6, man, want hij is 15, weet je, is jong, hij heeft nog veel te leren, dus daarom. Hey, I'm JJ, what's your name? I'm Luana, nice to meet you. Can I give you this sweater? Yes, why? But why? Give me your number, I'll come pick it up later. Oké. Oké. Ja, die was wel goeie, die was wel goeie. What? Like genuinely, can I have your number? Like, for real, for real? Like, for real, are you sure? Is that not the point? Yes, yeah. Get your phone, get your phone, get your phone. Oké, oké. Good job, good job. Hij regelt het wel hoor, hij regelt het. Ja, telefoonnummer wordt uitgewisseld. Hoe vond je het? Nou, die was echt goeie eigenlijk. Ik was in shock, ik wist niet meer wat moest ik zeggen. Dat is wel beter dan die Nederlandse jongens. Die van de, je doet afstanden leuk. Toch, hey, yes, yes, yes. Thank you. Hey, hij regelt, hij regelt. Wait, 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 wait. Wat voor cijfer geef je hem? So, you get a score of 8. I really like what you said. And what was score you give her? Like, looks. Yes, looks. Ja, yeah, 8. 1? Oké, thanks. Ja, 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 ja. Engelse fixings, hè? Ja, man. Zo snel heb ik nog nooit gezien hoe iemand een meisje kan fixen. Dus ja, respect. Hij laat die Nederlands wel gelijk zien van hoe het echt moet, man. Ik zeg eerlijk. Ja, weinig van dit soort gasten heb je lopen hier. Man, Den Haag, ik weet niet, maar ik zie niet echt... De game gaat niet echt omhoog daar, man, hier, man. Ja, als ze, misschien kunnen ze workshops gaan geven van hoe snel kan je een meisje fixen. Ja. Eerlijk, ja. Wat voor cijfer krijgt hij? Want ik vind persoonlijk, hij heeft het wel echt gewoon goed gedaan, man. Ja, 8,5 zou ik wel. 8,5? Ik vond het wel heel snel. Aan de ene kant dacht ik van, hè, nu al, weet je, maar hij had wel goede lijns volgens mij. Ja, zelfs ik ben dit echt niet gewend, man. Het ging echt gewoon in één keer gewoon rap, gewoon in één seconde gewoon, snap je? Hij hoeft niet eens heel veel te zeggen of zo, snap je? Nee, maar hij heeft de game echt veranderd hier in Scheveningen. Dus veel jongens mogen daar wel naar kijken, denk ik. Zeker, 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 ja.